Vorige week donderdag kon er gestemd worden voor de Europese parlementsverkiezingen. Nationaal gezien werd er het meest gestemd op GroenLinks PvdA. Maar wat werd er in onze regio het meest gestemd? Ja, ook hier in de regio werd natuurlijk gestemd. In elke gemeente is de opkomst gestegen ten opzichte van de verkiezingen in 2019. In Mokermiddelaar kwamen de meeste mensen naar de stembus, namelijk 58,8%. Dan gaan we naar de uitslagen uit de regio. Net als nationaal gezien doen de partijen GroenLinks, Partij van de Arbeid en de PVV het goed. In Nijmegen werd zoals verwacht GroenLinks PvdA het meest gekozen. Zij zijn met 40,2% de grootste partij. Daarna volgen D66 en Volt, die allebei meer stemmen kregen dan in 2019. De PVV is in Nijmegen wel iets gestegen ten opzichte van 2019, maar zij staan slechts op plek 5. Ook in Overbetuwe kreeg GroenLinks PvdA de meeste stemmen. Ondanks een daling blijven zij met 20% de PVV net voor. Wel steeg de PVV in Overbetuwe met 14%. De VVD volgt met 13% van de stemmen. In de gemeente Wijchen is de PVV het grootste met 20,3% van de stemmen. Dat terwijl ze in 2019 hier maar 3,8% van de stemmen kregen. GroenLinks PvdA daalde met 11,7% en staat op de tweede plek. Daarna volgt de VVD op de derde plek. Ook in de gemeente Beuningen is de PVV de grootste na een grote stijging. De partij steeg ten opzichte van 2019 17% en heeft dit jaar 21,2% van de stemmen. Ook hier staan GroenLinks PvdA en de VVD op plek 2 en 3. In de gemeente Bergendal kreeg GroenLinks PvdA de meeste stemmen met 26,4%, ondanks een daling van ongeveer 11%. De PVV stijgt ook hier flink, maar blijft met de VVD net achter de linkse partij. In West-Maas en Waal steeg de PVV het meeste van alle gemeenten. Met een stijging van 21% ten opzichte van 2019 blijven zij dit jaar GroenLinks PvdA en de VVD voor. De PVV is ook in de gemeente Druten het grootst. Met 22,7% staan zij in de gemeente Druten op plek 1. Ook hier volgen GroenLinks PvdA en de VVD op de tweede en derde plek. In Heumen is GroenLinks PvdA weer het grootst. Ondanks een daling ten opzichte van 2019 kregen zij de meeste stemmen. De PVV en de VVD volgen kort op elkaar met plek 2 en 3. In Mokermiddelaar is GroenLinks PvdA duidelijk het grootst. Bij 30% van de stemmen staan zij ver boven de PVV en de VVD.